Hallo kijkers van Nieuwtee, ik ben Mark en ik ben vandaag weer met Prison Architect, de Waffelvereniging. Hebben we best wel wat gedaan. We hebben de eenzame opsluitingen, regio, ding, geval, iets in die richting, hebben we helemaal weten uit te breiden. En we hebben de veilige omheining ook al hier omheen kunnen krijgen, behalve op dit puntje. Goddammit. Dus... nou ja, we kunnen nu dus deze aflevering mooi deze drie celblokken gaan bouwen. Wat dus gaat betekenen dat we binnenkort daar nog wat meer wapenkamer of nog een uitbreiding van onze wapenkamer en een kennel kunnen regelen. Wat als het natuurlijk heel fijn is. Maar eerst moet ik eens even kijken hoeveel gaat dit kosten. Oh god, dat gaat heel wat kosten. 21.000, oké. Eens zien. We hebben 121 lijken, dat is niet echt zo van joepoe. Echt niet. Dus dat is ook nog wel een probleem. Want hier staat, net zoals het vorige aflevering, nog een hele file. Vergrendeld voorman vereist. Is de voorman dood? Is de voorman dood? De voorman is dood gegaan. Niet meer. Oké, dan komen ze dan wel weer eens even wat meer nieuwe gevangenen binnen. Ik denk dat ik nog wel best wel wat meer bewaking aan kan nemen. Ja, 65, dat lijkt me wel genoeg wel. Oké, dan komen we ook nog weer wat meer gevangenen binnen. Ik ga gewoon naar de 75 bewakers, ook goed. Oh, die bewakers moeten die lijkenwagens vullen. Oh, ja, nog een lijk. God, ik zet even mijn mobiel op stil. Ik hoor heel altijd een gezoek. Constant. Oh, ja. Weer wel mensen. Ripperino's. Hey. Ja, de vorige aflevering kwam ik er echt wel achter dat we gewoon meer bewaking nodig hadden. Want bij 200 gevangenen en de meeste zitten er nog gewoon in de receptie. En met iets van 40 bewakers kun je niet veel. Oké, top. Open deur. Wee. We moeten ook zo'n automatische deur ontgrendelen even regelen, deze aflevering. Dan hebben we die heel dus zo'n probleem hier, hier en bij deze. Oh, weer een sterfgeval. Rip.
We hebben ook gewoon te weinig artsen. Dat is ook een probleem. Dus we moeten ook nog even gaan regelen. Moet ik denk ik iets van 20 aannemen. Of 20 in totaal hebben. Als je al die lichamen ziet, met allemaal bloed en dit en dat. Dat is niet goed niet. Op het moment dat deze video geüpload is, ben ik op vakantie. Ook dat nog. Ja, dit weekend ben ik gewoon even op vakantie. Niet dat veel van jullie uitmaakt, want ik heb gewoon half video's ingepland. Maar ja, het is wel fijn. Een weekendje op vakantie. Holy fuck, what the fuck is going on? Oké, we gaan nu nog even wat artsen eventjes regelen. Ik zei vandaag dat we de verdedigingen van dit allemaal gingen plaatsen en dat we dit allemaal gingen doen. Maar volgens mij was het nog niet wat. Maar ja, we hebben nog zoveel problemen in onze gevangenis. Eerst het een en dan het ander. Ik weet ook niet heel zeker of we überhaupt genoeg eten hebben in dit gebied. Eens kijken wat we daarvan vinden. Nee. De binnenkort ook waarschijnlijk even een nieuwe kantine en zo regelen. Dat we dit gebied gewoon even helemaal weghalen. Zodat we daar bijvoorbeeld een ziekenboeg en een betere mortuarium neer kunnen leggen. Want een douche hebben we toch al. Lijkt me nog best wel een handig idee dat we dat ook nog even gaan doen. Waar zullen we dat ding eigenlijk überhaupt gaan neerplampen? Misschien hier. Dat we hier een betere keuken kantine maken. Dat dit ongeveer de keuken wordt. Of nee, de kantine. Laat ik hem iets groter maken. En dat de keuken wordt. Ja, dat lijkt me nog best wel goed eigenlijk. Dat zou wel betekenen dat we deze veilige omheining weer moeten verplaatsen. Dat heb ik de vorige aflevering allemaal neergeplaatst. Voor beesten. Nou ja. Dat moet dan maar. Misschien dat ik eerst de keuken en zo kan gaan maken. Dat lijkt me toch wel iets beter. Wat meer gevangenen? Ja, we hebben er toch al 200. En we moeten waarschijnlijk echt wel eerst het etenprobleem even regelen. Dat is op het moment gewoon het grootste probleem. Nog zoveel money nodig. Klik.
zit hier. Vormingsprogramma. Oké. Oh, kut. Oh, ik laat weer wat vallen. Oeps. Echt, maar 10% heeft nog wat te eten. What the fuck? Oké, het is wel fijn dat die veilige omheining dan wel gewoon weggaat. Dat is wel fijn. Oh, hier is het sterfgeval. Riprino's. Let's zien. Oh ja, dan kunnen we de keukenapparatuur ook wel even aansluiten. Ik dacht als eerste van, oh, daar hebben we waarschijnlijk niet genoeg aan. Maar, volgens mij wel. Money, I need money. Er zijn mensen doodgemaakt in een mortuarium. Nou, dat is wel heel goed op de goede plek. Oké, dat is best wel hard eigenlijk, maar hey, sure. Zoveel money nog. Nou ja, dat is maar 4000 ongeveer. Dus een aantal uurtjes heb ik dat wel. Ik vind het wel apart. Er worden nog behoorlijk veel dingen gevonden. Terwijl er gewoon overal metaaldetectors neergeplemd worden. Ja, af en toe. Oh. Een tunnel. Oh wauw, dat is een lange tunnel. Daar kun je echt goed mee ontsnappen. Misschien ga ik het proberen, als ik dan klaar ben met deze prison, dat ik ook ga proberen om te ontsnappen. Dat lijkt me ook wel een leuk idee. Okay, ik heb bijna genoeg geld. Okay.
echt. Iedere gevangene die ze hier allemaal deze gang weer gaan. Oké, en nu hebben we genoeg, denk ik. Vast wel. Bouwen. We kunnen in ieder geval het probleem oplossen. Dat is wel mooi. Oh, sterfgeval, rip. Nog één, rip. Nog één, jezus. Ze is toch agressief? Nou, het lijkenprobleem, dat lost ook wel weer op. We hadden iets van 121 en nu hebben we nog maar 85. Het schiet niet echt hel op, maar... Het is beter dan eerst. Oh, nee. Oh, laat ik weer iets vallen. Godsamme. Ik ben een poenhaas. Top, nul dit. Zo. Als dat niet goed klikken is, dan wil ik het ook meer. Oh god, rellen, nee, don't do it. Oh, rellen, oh no. Welke rellen? Wel een hele korte rel. Oh, vaten, dat gaat wel heel erg. Zo, god. Heb ik wel televisies? Ja, die heb ik. Sterfgeval. Jezus. Is niet zo agressief. Alvast even de ruimte zo was een beetje indelen lijkt me ook wel verstandig. Is dat verstandig? Nee. Dan wil ik het nog gaan doen. Hè?
6 bewakers is wel genoeg. Oké. Is ben even de kantine. Dus ik even te denken, daar heb ik ook heel veel metaaldetectors voor nodig. Dan moeten we echt een hele linie vol met metaaldetectors neer gaan plippen. Oh, dat wordt nog wat. Gelukkig kosten die bankjes niet veel. Maar moet je ze wel goed neerzetten. Dat is wel handig. Echt, dan zien ze dat de kantine nog lang niet klaar is. Gaan ze er toch heen. Onvoldoende geld, ook dat nog. Zo, dan hoef ik alleen nog maar de keuken. Dat zou betekenen dat we ook nog wat koks moeten aannemen. Ja, het is wel een beetje chaos af en toe hier. Oké, de grote leiding. Lekker overal water. Zo, top. Jeuk. Oh, ik ga nu deze aflevering afsluiten. Ik hoop het leuk vond. Geef een like op mijn kanaal. En dan zie ik je volgende keer weer. Later.